herinner mij niet dat die opdrachtgevers mij ooit iets verteld hebben over grenzen. Ik denk dat dat een bijna spontaan thema gekomen is, omdat de opdracht wel was, maak een beeld voor Ieper, voor de Sint-Pieterswijk. Dus de Sint-Pieterswijk was eigenlijk het gebied die mij interesseerde en dan de mensen, de bewoners. Het idee van beeld is eigenlijk ook gekomen toen ik stond aan de watersportbaan daar ergens in Gent, aan een haag, en door een gat in de haag, ik was niet op de hoogte dat dat de parking was, en ik zag een slagboom omhoog gaan, maar ik wist niet van waar dat die kwam, omdat die haag stond daarvoor. En de rest een paar gebouwen en zo een paar bomen die daar staan. En door de absurde plaats van die beweging, van perspectief, toen had ik het idee van dat ze toch echt interessant zijn om zo'n soort markering te maken op een plaats waar dat er geen markering nodig is. Maar dat je dan plots voelt, uw aanwezigheid, uw besef van daar te zijn, wordt plots veel sterker. Ik denk dat het inderdaad voor mij zo'n bedoeling was om iets sympathiek te maken, zowel van de twee kanten bekeken, dus mijn poort, of ook het idee dat ik dacht, oké, ik zal een slagboom maken, dat mensen niet zo'n soort tolhuis of een douane of zo. Maar dan zonder alle kenmerken die zo'n post normaal wel heeft. Dus geen belemmering, geen paspoort moeten tonen, je wordt niet opgehouden, maar duidelijk dat je door een poort stapt. Dat zijn allemaal een type werk die ik nooit zou gemaakt hebben, had ik die opdracht niet gekregen. De Rijsselstraat is pas aangelegd, dat is heel mooi gedaan. Vanuit het centrum is er bijna een soort dreefgevoel aangelegd door de paren bomen die achter elkaar staan, tot aan het kruispunt waar dan een sculptuur komt. En op dit kruispunt zijn de laatste twee bomen, die worden eigenlijk weggenomen en vervangen door mijn sculptuur. Dat was een beetje een discussie met de stad zelf, met het scheepcollege, of dat je wel een boom kunt laten verwijderen om daar dan een sculptuur in plaats te zetten. Maar gelukkig, die in ene boom was al een beetje ziek en de andere was niet helemaal volgroeid. Als je hem dan vergelijkt met de lengte van de andere bomen in de straat. En nu eigenlijk die dreef wordt afgesloten door dan twee houten palen, wat dan de stand van een boom op zich ook is, maar dan in een culturele versie, maar ook een culturele boodschap.